allemaal en welkom bij deze nieuwe video. Mocht je mij nog niet kennen, ik ben Karien van Blondie Beauty Fashion en ik ben zwanger. Inmiddels morgen 38 weken. En je kunt mij kennen van allemaal zwangerschapsupdates, van hoe het met mij gaat tijdens de zwangerschap. Maar ook van daarvoor al, want ik heb al een zoontje, Niels van 2,5. En van vlogs. Dus je kunt me van alles kennen, maar ook beautyfilmpjes. Van alles. Maar in ieder geval, vandaag zijn we hier voor de roomtour van de babykamer. En het is nog niet helemaal af. Het is nog de puntjes op de i, maar ja, ik ben 38 weken, dus ik wil hem wel graag opnemen. Want ja, je weet het niet. Ik wil gewoon een aantal leuke accessoires, maar dat zal ik je nog wel laten zien als we door het kamertje heen lopen. En wat ik je ook ga laten zien vandaag, of eigenlijk niet vandaag, maar op een ander moment, maar dat film, dat plak ik achter elkaar, is waar de baby eerst komt te slapen. En dat is natuurlijk bij ons op de kamer, dus natuurlijk. Wij slapen eerst met de baby op onze kamer. Niels heeft 5 maanden bij ons op de kamer geslapen. Dat is eigenlijk zo lang als ik borstvoeding heb gegeven. En we willen voor spruit nummer 2 ook eens iets. Maar natuurlijk gaan we haar wel gewoon hier verschonen. Dus de kamer is nagenoeg af. Dus ik wil je graag laten zien hoe de kamer eruit ziet. Dus kijk mee, maar dus ook kijk mee hoe onze kamer eruit ziet. Maar dat plak ik hier achteraan. Maar zullen jullie dan verder niet werken of misschien wel merken, want dan ben ik wel in beeld. Maar dat komt omdat we nog even, ik kan het nu nog niet filmen, want we zijn nog aan het wachten op nieuwe gordijnen. Dus ik ga nu de babykamer laten zien en daarna onze kamer. En dan kun je zien waar de baby de komende tijd gaat zijn, onder andere. Daar kom je de kamer binnen en voorheen was het een grote kamer, namelijk hiernaast, hier achter deze muur zit de kamer van Niels. We hebben dit muurtje laten plaatsen om ruimte te maken voor een babykamer. Dus je komt door die deur binnen en de meubeltjes herken je waarschijnlijk wel van de babykamer van Niels, want die hebben we gewoon gehouden. Die hebben we ooit ook al op Marktplaats gekocht. Het zijn lichtgrijze hoogglans meubeltjes en die hebben we gewoon hier weer gebruikt. Nou, dit is eigenlijk wat ik nog een beetje wil customizen naar mijn smaak. Want daar ben ik nog niet helemaal tevreden mee. Maar ik heb nog niet echt gevonden wat ik er dan precies in wil zetten. Dus dat is iets wat gewoon gaandeweg gaat gebeuren. Dit zijn nog dingetjes van Niels en die ook. En dit heb ik wel gekregen van iemand. En die heb ik ook gekregen. Of mijn schoonmoeder heeft die 2 gemaakt en die heb ik gekregen. Die heb ik ook gekregen. Die stond ook al bij Niels, maar die vind ik wel leuk. En natuurlijk een fotootje van The Little Princess. En een nijntje die ik ook gekregen heb. Die speelt verstoppertje. Maar ik wil hier gewoon nog even kijken wat ik er precies mee wil doen. Deze muurstickers die zijn van Pom Amsterdam. En dat zijn dus roze en gouden driehoekjes. Vond ik wel heel erg leuk. Om toch een beetje iets van vrolijkheid te brengen. En dan hebben we hier dus het bedje. Nu natuurlijk op de hoogste stand. Ik heb hem nu hoog opgemaakt. Uiteraard moet je hem met een kindje lager, een klein babytje lager opmaken. Maar ze gaat voorlopig in principe toch bij ons op de kamer slapen. Dus dan vond ik dit er wel iets gezelliger uitzien. Dit dekentje is van Meiko. En dit is heel leuk. Want dit heeft aan de achterkant. Dus het is een tweezijdig dekentje. Aan de achterkant is het licht grijs. Iets lichter dan dit. En dat vond ik wel heel mooi, want ik heb deze dus ook in het roze. En dan kan je dus switchen welke accentkleur je doet. En dit dekentje is van Mameloes Baby Shop. En ik heb dus, of dit lakentje. En ik heb het dus nu allebei, ik heb nu roze met grijs aan. Dat vind ik gewoon een hele mooie kleurencombinatie. En deze hydrofiel is van Jolijn. En voor wie mij langer volgt, die weet dat Niels ook een Happy Horse knuffeltje heeft. Dat is de ijsbeer, die heet Paddy. En dit is Foxy de Vos. En wij vinden dat hele fijne, zachte knuffeltjes. En als ik soms een beetje buiten adem ben, dan komt dat natuurlijk door mijn buik. Dit zijn posters van de Action. En die heb ik eigenlijk pas recent gekocht. En Sven zei, wordt het dan niet te druk. Maar ik vind het eigenlijk wel knus staan. Sorry, er komt een vrachtauto voorbij. Dit zijn een setje van, geloof ik, 15 of 17 posters voor €1. En ik vond ze eigenlijk wel heel gezellig. En dan heb ik ze met washi tape aan de kast gemaakt. Nou, de kast hoort erbij. Als jullie het leuk vinden, kan ik nog een keer uitgebreid ook laten zien wat er allemaal in haar kast zit. Maar even een kleine blik. Hier heb ik alle kleine maatjes hangen. Zeg maar de hangende dingen.
Hier zie je dus die andere dekentjes. Dit is trouwens voor de, dit is voor de wieg. En hier zie je ook de andere kant van die deken. Dit is namelijk de wiegdeken. En daar natuurlijk heb je in het ledekantje, het ledekant, de hakentje. Dit is de gordijnstof. Dit zijn gordijnen van de HEMA. En daar kregen we blijkbaar het restje gordijnstof bij. En daar willen we een wasmand van maken. Ik heb hier een prachtige boxdeken van Kuka. Maar ik ga je nog wel een keer de box laten zien of die komt voorbij in een vlog. Maar de box staat nog niet, want we zijn nog met het laatste beetje verbouwing bezig. Dus die zit hier nog even in. En hier ook een heel mooi, ik weet eigenlijk niet hoe dat heet. Ik zal er even een fotootje bij linken, want zo kan je het natuurlijk niet goed zien. Die heb ik heel lief gekregen van Kuka. Super blij mee. Hier zie je een reserve knuffeltje. Deze fantastische schoentjes. Dit zijn oude schoentjes van Niels die we gekregen hebben of gekocht hebben. En die we leuk vonden te bewaren. Hier nog wat dekens, allemaal vanuit Niels' tijd. En hier zijn de wat grotere maten. De Dr. Brown's flessen wil ik gaan proberen. De Puckababy Mini. Die hadden we ook al van. Of de Original Peep bedoel ik. Die hadden we ook al met Niels. En dit is het cadeautje wat Niels van zijn zusje krijgt. Ja, dus dit is. Ik kan hier nog een keer gewoon meer in depth doorheen gaan. Maar dat is het voor nu. Dit zijn dus de gordijnen die we hebben van HEMA. En die zijn verduisterend. Dus dat is heel fijn. Ze heten volgens mij Amsterdam. En hier op de vensterbank staan twee cactussen in roze pakjes. In roze bloempotjes. En dan zie je hier de stoel. Waar ik ook op ga voeden en dat soort dingen. En deze stoel heet Niels. Die hadden we dus al in de tijd van Niels. Hadden we die al op de kamer staan. En wisten wij natuurlijk al dat het de naam zou zijn van het kind. Maar dat wist verder natuurlijk niemand. Nou, zij gaat geen Niels heten. Maar we vonden de stoel nog wel heel fijn. Dus die hebben we gewoon gehouden. Die is van Ikea. Ook volgens mij deze deken is volgens mij ook van Ikea. Of is die van H&M? Nee, die is van H&M. Maar die hadden we dus ook al in Niels' tijd. En dit is een kussentje van de Xenos. En ik vond het wel leuk omdat het dat gouden randje heeft. Van, en het roze, zeg maar. Wat we dus ook in die muurstickers hebben. Dan deze lamp van Ikea. Met een messing, goud messing stok. En dan hebben we hier de commode. Ja, ik zoek hier nog steeds iets nieuws voor, maar kan ik niet echt vinden. Dit is deze gewoon van de HEMA. Want Niels' kamer was grijs met mintgroen. Dit mandje is van Little Dutch. Nou weet ik dat ze hier ook een papieren soort ding van hebben. Maar die is volgens mij meer voor mee in je tas. Maar goed, dat zou nog eventueel kunnen. Dit is een heel leuk commodemandje. We hadden een hard mandje hier staan. Alleen Niels is al best wel lang. Dus die schopt het nog wel eens af. En ik wil niet dat alles beschadigd. Dus vandaar dit. Dan dit slingertje. Dit heb ik zelf gemaakt. In mijn baby room tour van Niels. Zag je dat ik een slingertje had gemaakt met bergjes. En ik heb voor haar nu eentje met blaadjes, veertjes. Het is maar hoe je het ziet. Gemaakt. Misschien dat ik er nog een klein goud accentje in ga doen. Maar daar moet ik nog even over nadenken. Dus dat heb ik zelf gemaakt. En hierboven drie posters. En de lijsten zijn van Xenos. En deze twee posters kocht ik volgens mij via Gras. Nee, deze is van Gras onder je voeten. Deze is van Decenio. En deze via AliExpress. En dan hebben we daar een wolkenlampje boven. Die is gewoon van Ikea. En dit is een aankleedkussenhoes van de Vibra. Die vind ik heel leuk, maar die hebben ze al heel lang niet meer. Deze heb ik in de nieuwste tijd. Maar ik heb ook nog een lichtroze en een grijze. Nou, dan meteen de commode. Die nu in twee delen verdeeld is. Dit is het gedeelte van Niels. Dit zijn rompertjes zonder mouw. En dit is korte mouw, lange mouw rompertjes. En zijn luiers en luierbroekjes. Hydrofiele en washandjes. En dan komt haar kant. En dit gaat zij natuurlijk op een gegeven moment ook gebruiken. Maar deze heb ik nog niet gewassen met neutraal. Dus dit is nog mijn normaal wasmiddel. Dus vandaar dat ik het nog even gescheiden hou. Sokjes, broekjes. Deze is toch echt... Ach jongens, hou op met me. Broekjes, spuugdoekjes. Dit zijn twee die ik wel al gewassen heb met... Oh, iets meer. Die twee hydrofiele washandjes. Rompertjes in twee maten. En dan de kleine luiertjes. Ik zei dus, moet je dit nou toch eens kijken. Niels versus zij. Het is echt zo'n
verschillende. Dit is eigenlijk de kleine maat voor Niels. Hij zit al op 36 5 plus, maar goed, dat terzijde. Dus dat. En dan heb ik daarna nog mutsjes en stofjes. En hier heb ik dan alle hydrofiele doeken, zeg maar, die al wel met het juiste wasmiddel gewassen zijn. Witte en hier nog met wolkjes en regendruppeltjes. Dit zijn de billendoekjes die ik altijd gebruik van Huggies. En dan hebben we hier gewoon allemaal, nou, dit is Niels' toilettasje, medicijnen, dat soort dingen. En in de onderste la zitten nog de navulling, luiers en zo. Hier luieremmer en mijn vluchtkoffertje. En dat is eigenlijk de babykamer. En dan ga ik die natuurlijk dus, nou, hier achteraan nog meenemen naar mijn slaapkamer. En daar de rest laten zien. Het wiegje en alles wat we daar gaan, een beetje sfeer te maken. Dit is dus onze slaapkamer nu. Ik ga hem nu nog make-overen. Maar ik dacht, laat even zien hoe die er nu uitziet. Het is een beetje een zooitje, dus let daar niet op. Dat zijn onze gordijnen. En dit is het wiegje. Hier liggen nog even wat spullen in van Sven. Negeer dat. Hier zat de ventilator omdat ik echt kapot ga van de hitte nu ik zwanger ben. En met zo'n zeiltje onder mijn ding slaap. En dan hebben we hier kasten. Aan twee kanten, dus aan die kant en aan die kant. Daar ga ik uiteraard verder niks aan doen. Dus dit blijft zo. Maar hier gaat het een en ander veranderen. Dus dat gaan jullie nu zien. En dit is de slaapkamer nu. We zijn echt heel blij mee. Gewoon wat rustiger, wat donkerder. En dan staat hier haar wiegje. Daar ga ik mee beginnen. Dit wiegje hebben we geleend. Even bij mijn bed zitten. Geleend van onze buren. Super lief. Het is een co-sleeper. Dat betekent dus dat je hem open kan ritsen. Aan je bed kan bevestigen. En dan kan je dus zeg maar echt de baby naast je hebben liggen. Wij hebben met Niels, omdat hij heel veel krampjes had, hebben we echt oneindig lang zo met ons pink zo gezeten. Dan met een bed met spijlen. Nou, dat was echt geen pretje. Waar je hand niet doorheen past, alleen maar overheen. Dus we dachten, dat is wel heel fijn dat we nu een co-sleeper kunnen lenen. Achteraf hadden we beter dan gewoon eerst een co-sleeper al meteen kunnen doen. We hadden vorige keer ook een geleend wiegje. Deze is heel mooi, van heel donker hout. En het heet de Snusbot 2. En het handige is dat je dit wieggedeelte er ook uit kan tillen. Ze zei, dan kan je het heel makkelijk gewoon bijvoorbeeld achter in de auto meenemen als je kindje ergens anders gaat slapen. Als je bijvoorbeeld bij mensen gaat eten of zo. Dan kan je dat heel makkelijk eruit tillen. En wat ook heel fijn is, is dat hij een beetje wiegt. En dit is een hoeslaakje, weet ik niet eens meer waarvan. Het is uit de tijd van Niels. Dit is gewoon een witte hydrofiel van de Hema. Dit is een lakentje van Mameloes Babyshop. En dit is een prachtig dekentje van Kuka, de Visela. En in de kleur Waterpink, geloof ik. Nou, ik zal hem even linken. We hebben het bedje opgemaakt en ik ga er straks weer even wat overheen leggen. Want de vorige keer dat ik het helemaal mooi had gewassen, gestreken en opgemaakt, zat Mittens er 5 tellen later in. Mittens is onze kat. Dus dat gaan we nu niet doen. Dus, en hier komt nog een knuffeltje in en dan kan ze hier gaan liggen. Jee. Daarboven hangt dus de tv, daar ben ik, hallo. Die gaan we uiteraard niet aanzetten als zij daar ligt. En ja, dit is het wiegje. We zijn echt heel blij mee. Echt heel fijn dat we dat konden lenen. Dit dekbed hebben we ook al een tijdje geleden gekregen van... ik zal het sowieso allemaal even linken. En dan hier onze nachtkastjes. Dit is onze, zijn onze nieuwste aanwinsten. Deze kennen jullie denk ik trouwens wel. Dit is mijn... elk jaar maak ik een vision board. Ik heb alleen nu een zwarte lijst omheen gedaan. Vond ik mooier staan. Deze is de lijst is van Xenos. Ik heb hier één lampje staan. Deze komt van VT Wonen. En dit doosje weet ik eigenlijk niet meer. Deze nachtkastjes zijn van IKEA. De Vikhamer. Je hebt grote en kleine. Wij hebben de kleine genomen. Met daaronder wat tijdschrift. En ik heb daaronder een mandje van de Big Bazaar met nog wat boeken. Want ik heb dit laadje ook helemaal vol met onder andere mijn medicijnen en sieraden en dat soort dingen. En ik heb deze bedspray altijd van Rituals. Die vind ik heel lekker. De
Tao Yin. Met Yiren. En het lampje is, dit lampje is ook van IKEA. Dan, deze poster is ook van IKEA, ook al heel lang. En aan Sven's kant, omdat hij verder iets minder op zijn nachtkastje heeft staan, behalve zijn draadloze oplader, tenminste draadloze oplader, ja. Wel met een draad voor een oplader, maar niet. Je kan je telefoon gewoon opleggen, zeg maar. Ook het lampje van IKEA, alleen mijne is geloof ik, ze hebben of nu de matte en voorheen hadden ze de glanzende of andersom, maar goed. Een van de twee ging kapot, dus ze moesten een nieuwe hebben, toen hadden ze alleen nog maar de nieuwe variant. En ook hier wat lichtjes, de meeste zijn van Bloomingville en bijna allemaal via VT Wonen, behalve deze is via bol.com. En nou ja, ook hij heeft datzelfde nachtkastje. En dan onze nieuwste aanwinst waar we echt zo blij mee zijn, deze gordijnen. Dit zijn gordijnen van Veneta.com. En dit heet volgens mij de Aleto, of Alecto, ik weet niet hoe je het uitspreekt, houtskool. Uiteraard link ik ze ook hieronder. En ze hangen zo mooi. Kijk, echt precies op de grond. En dan precies helemaal, ik ga ze even dicht, dan kan je het effect mooi zien. Het wordt nu een beetje donker in de kamer. Dat is natuurlijk ook het idee van gordijnen. Ik zal even een lampje aandoen. Het zijn echt prachtige gordijnen. Deze lamp is trouwens ook van IKEA. LED-lamp. We zijn er echt heel erg blij mee. Die hebben we gekregen. Ben ik echt. Ze was echt. Yes. En nu, dit is eigenlijk de slaapkamer die we wilden. En doordat Veneta mij vroeg of ik gordijnen wilde uitzoeken, hebben we eigenlijk pas deze kamer aangepakt. En daar ben ik nu zo blij mee. Want nu is het echt een soort oase van rust. En dat is heerlijk voor als zo die kleine lekker hier ligt. Dan ga je toch heel veel kokonnen op die slaapkamer. Niels er lekker bij. Dan is het gewoon zo fijn dat dit een fijn plekje is. En voorheen was het toch een beetje chaos. Met witte nachtkastjes. Er zat allemaal zooi erop. En ook dus wat gereedschap in. Dat je denkt, waarom ligt dat in je nachtkastje? Maar ik wist niet waar ik het anders moest laten. Maar grondig opgeruimd en helemaal blij mee. En dat, nou, dat is eigenlijk begonnen met deze gordijnen. En kijk ook hoe mooi ze aan de bovenkant zitten. Ja, ik ben helemaal licht hysterisch. Dus we zijn er echt super blij mee. Dus dit is de kamer waar zij de eerste tijd, de eerste paar maanden, gewoon heerlijk bij ons gaat slapen. En als het dus co-sleeper wordt, dan gaan we het bedje aan mijn kant neerzetten. Anders schuiven we het een en ander. Maar we gaan het eerst gewoon zo proberen. En we kunnen hem ook nog, dat met Niels zijn we hier gaan liggen met onze hoofden. Dat kan natuurlijk ook nog en dan kunnen we hem hier eronder maken. Maar moeten we gewoon eventjes kijken. Dus ja, dit is onze new and improved slaapkamer. Ik hoop dat je het leuk vond om te zien. Ik wil je in ieder geval ontzettend bedanken voor het kijken. Ik ben heel benieuwd, heb jij nog leuke tips voor accessoires voor op dit plankje? Let me know, want daar zijn we dus echt nog naar op zoek. Het liefst dus een beetje in dat roze gouden thema, maar mag ook grijs zijn of wit. Ik ben heel benieuwd wat jullie van de kamer vinden. En hoe ziet jullie kamer uit? Wat voor kleuren hebben jullie gekozen? Mocht je een meisje hebben en als je een jongetje hebt, wil ik het ook graag weten. Want dat vind ik gewoon altijd heel erg leuk. Ik wil je heel erg bedanken voor het kijken en heel graag tot de volgende keer.